Mick is een vieze gozer. Oh, dat maakt het alleen nog maar kutter. Dan ga je het gewoon niet meer doen. Het is klaar. Oh my god. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuw Brugklas video. De video waar je elke week op zit te wachten. Daar zijn we weer. Update week 15, tropisch eerste seizoen. Ik vraag me af hoe ze dit ineens weer gaan verwerken. Volgens mij, waar waren ze vorige keer? Vorige keer waren ze... Oh ja, dat was met die kleedkamer. Bladibladibla. Ik ben benieuwd hoe ze ineens op een tropisch eiland komen. We vragen het ons allemaal weer af. Hoi allemaal, wij zijn hier op het prachtige Curaçao. En dat ga je ook terugzien in deze weekupdate. Zo, kijkplezier! Doei! Waarom zijn ze op Curaçao? Waarom zijn ze op Curaçao? Ook gewoon met... Oké. Liz is samen met Sophie, Timo en Farid uitgeloot om een week als vrijwilliger aan de slag te gaan op Curaçao. Wat? Hoe wack is dit ineens bedacht? Waarom? Precies, zij, jongens, zijn uitgeloot om te vrijwilligerswerken op Curaçao. Gewoon ineens. Gewoon ineens. Waar is de loting? Waar is de opbouw daar naartoe? Ineens. Het vliegtuig vertrekt over een paar uur. Alleen, Liz heeft totaal geen zin om een week met haar ex Timo en zijn zus opgescheept te zitten. Ja, helaas. Oh, wat is er? Voel je wat beter of ben je nog steeds ziek? Nee, ik voel me echt zo beroerd. Ik kan je eigenlijk helemaal niet achterlaten zo. Je bent echt doodziek. Curaçao is super vet en zo. Heel zielig. Maar we weten al dat ze gaat, want in het intro was ze heel blij aan het dansen met Timo. Met een lekker gekleurd koppie van de zon om aan het dansen. Ze had er wel zin in. Zij hebben geen zin in mij. Ja, hoe weet je dat? Gewoon ga snel je spullen pakken, joh. Ik ga snel mijn tas inpakken dan. Hey, jongens! Oh nee, jongens! Timo! Timo! Kom. Oh mijn god. We hebben al 20 keer gebeld. Nee, maar ik ben... Mijn telefoon die ben ik thuis vergeten en de vlucht... Maakt niet uit, we moeten inchecken, kom. Je bent de telefoon thuis, hè? Dat is echt het kutste wat kan gebeuren. Oké, dus ze heeft de hele vakantie geen telefoon, nice. En de volgende morgen worden de brugklassers wakker op een tropisch eiland. Wat, zij is ook mee. Heerlijk geslapen. Hij is ook mee, dat is wel... En ze zitten ook echt... Dat vind ik wel mooi, ze zitten met z'n allen aan één kant van de tafel. Gewoon, ja, dat is natuurlijk voor het shot. Ik heb in het vliegtuig heerlijk geslapen. Nou, het was niet zo'n zegen om ernaast te zitten. Om me te zien. Meneer, mag voor nu wel eten? Ja, jongens, val aan. Wat? Hij heeft al... Donuts, taartjes. Even kijken. Moet je kijken. Volgens mij zijn het vrijwilligers, jongens. Het staat op mijn rug. Misschien. Hey, is er iets? Sorry. Vraag ik niet serieus wat er is? Heb je geheugenverlies? Ja, nee, ik weet wel wat er was, maar ik dacht gewoon dat het weer goed zou zijn. Nou, voor mij anders niet en voor Timo niet. Nou, Timo die was bijna dood doordat hij met Liz had gezoend. En vandaar heeft hij dus meningokokken gekregen. En kijk, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, weet je, dat doet ze natuurlijk ook niks. Maar ze, dat is ook wel zo. Nee, maar daar kan ze toch niks aan doen? Wat ze vervolgens doet om het goed te maken? Ze gaat zoenen met een of andere bikkel. Oh ja, oké. Ja, nee, ik snap... Oké, ik snap je. Ik snap je. Understandable, have a great day. Liz heeft geen zin in nog meer ruzie. Nee. En daarom duikt ze de onderzoeksruimte in. Waarom? Bon dia. Oh, hallo. Liz. Onde? Where you live, I mean? Oh, the Netherlands, Hollanda. Oh, ik kom ook uit Nederland. Echt? Hier. Oh, wat grappig. Ik ben Mick. Ja, ik ben... Hij had meteen kunnen zien en horen dat ze Nederlands was. En dan gaat hij alsnog, als een guy, gaat hij alsnog zo tegen haar praten. Oh, where you come from? En als zij dat... Oké, nou, whatever. Het is een serie, we gaan door. Nou, ik woon met mijn vader de tijd op een boot waarmee we de wereld rondvaren. Op een boot? Ja, super vet. Dat is echt vet. Op een boot? Waarom woont hij op een... Oké, maar hij hoeft niet naar school of zo. Chill. Even iets met je bespreken. Nice, Farid gaat even wat bespreken. Dat geruzie in de groep, dat zit me enorm dwars. Ja. Waarom liggen er overal donuts? Ik heb er niks mee te maken. Nee, dat weet ik ook wel, maar dat is ook niet de reden dat ik jou vraag. Dat was een hint, want de camera ging erheen, Farid keek ernaar, was een hint. Hij zit te vreten. Tenminste, hij zit niet te vreten. Hij zit niet, juist niet. Hij vreet juist niet, want
al die donuts lagen er nog. Dus eigenlijk... Hij heeft helemaal geen eetprobleem, want hij laat ze juist liggen. Big brain. Alles wat ik nu zeg of probeer, dat gaat sowieso averechts werken. Zo gaat het nou eenmaal tussen bokkige pubers en volwassenen. Maar misschien luisteren ze wel naar iemand van hun eigen leeftijd. Een van hun vrienden. Oh, maar god, hij wordt nu ingezet. Ik hoop dat je me daar een beetje bij wil helpen. Kom. Hij wordt ingezet. Er staan best wel wat goede tips op het internet over hoe je ruzies kan uitpraten. Ja, meestal voor die bedrijven en zo, maar ze zeggen eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Dat je gewoon die emoties eruit moet halen. Met iedereen zijn verhaal moet doen. Ja. Vinden jullie dit leuk soms? Ik hoorde gewoon niks van je en ik twijfelde gewoon of je me nog wel leuk vond. Maar ik was toch gewoon super ziek. Ik heb gezoend met hem, want ik wist niet of je nog wel bij kwam. En dan wilde ik wel voor de zekerheid gewoon weten. En belangrijk, als laatste... Gaat hij op zijn telefoon? Groepzaak. Ik ben serieus, kom maar. Belangrijk. Groepshug. Serieus. Ja, kom jongens, kom. Ah, ze zijn er wel voor in. Gewoon, het is meteen weer goed. All good, groepshug. Als je volgende keer ruzie hebt, doe gewoon meteen die groepshug. Skip alles ervoor. Volgens mij zijn wij nog niet aan elkaar voorgesteld. Hey, hoi, het is Fiet. Ik ben Mick. Fried. Volgens mij heet hij... Mick. Ja, ik woon met mijn vader een tijdje op een boot en we komen net uit Costa Rica. Ik zeg Mick en ik dacht echt meteen, wow. Wow. Ja, wat nou? Wat gaat hij doen? Superleuk om vakantieliefde te hebben. Lekkere tropische... Wacht. We hebben iets gemist. Toch? We hebben iets gemist. Ze heeft het ineens over vakantieliefde. What the fuck? Tropische roman? Ja, ik weet niet. Hij is eigenlijk niet echt tropisch. Hij is eigenlijk gewoon zo Nederlands als het maar zijn kan. Echt? Ik heb ook een superleuke Nederlandse jongen ontmoet. Echt? Ja. Hoe heet hij? Mick. Mick? Oh, Mick is een vieze gozer. Strijden om mijn jongen. Oh nee, gaan ze weer. Het is net goed. Die groepshug is net geweest, jongens. Uiterlijk leg je niet blij uit, hoor. Je hebt sowieso veel meer haar. Was dat een compliment? Ja, denk het wel. En jij lijkt ook niet op een leiert, hoor. Wat gaan we eigenlijk doen? We gaan in twee groepjes van twee naar de mangrove en de bijen zwerfafval ophalen. Nou, ik wil wel met jou. Ik wil wel met jou. Die broer die komt er ook echt bij staan. En zo van, hey man, ik protect mijn zus. Doen alsof we nu allemaal dingen verzinnen om haar te irriteren. Maar ik heb Mick gewoon eerder gezien. Eergisteren namelijk al. Dan heb ik toch ook gewoon... Ik was eerder. Ik ga wel met Mick. Wie vindt de leukste? Sophie vind ik eigenlijk wel de leukste. Liz is veel feller en Sophie is veel liever en mooier. Oh mijn god. Hey. Wat is er nou weer? Ik wil het met je hebben over dat hele Mick gedoe. Waarom? Er is toch geen Mick gedoe? Er is nog niks gebeurd tussen geen enkel... Oh, wat gezeik weer. Echt alsof het een soapserie is. Jij vindt hem echt leuk, hè? En dan mag je hem hebben. Ja, ik weet niet. Ik ken hem natuurlijk volgens heel erg kort, maar... Ik heb wel het idee dat ik hem echt wel leuk vind, want ik weet niet, hij heeft gewoon iets. We hebben gewoon een klik. Het boeit niet ook. Deze meiden beseffen niet, ze zijn hier een week. Vrijwilligers werken een week. Deze jongen die zit op een boot, komt uit Costa Rica, heeft een fucking wereldreis met zijn vader. Je gaat die guy nooit meer in heel je leven zien. Stop. Laat het los. Hij komt niet met je mee. Ik heb ook besloten om gewoon geen werk van hem te maken. Dus jij mag dat wel doen als je dat wil. Hey, hebben jullie Mick ergens gezien? Volgens mij is dit briefje van hem, man. Hey jongens, mijn pa en ik zijn naar Willemstad, want we varen morgen uit. Eerder dag gepland. Was dus met mijn laatste dag hier. Jammer, had me graag nog even doei gezegd. Nou, doei dan, Mick. Nou, doei dan. Nou, doei dan. Ik weet niet. Was ik echt blij dat hij weer licht werd en dat jou weer wakker werd? Nee, je ziet er anders niet echt heel erg blij uit. Nee, ze is niet blij. Stom, want dan vind ik gewoon iemand leuk en dan gaat hij gewoon weg zonder maar één ding te zeggen. Bitch, je weet dat hij de wereld rondreist. Hij gaat een keer weg. Hij gaat weg. Hoe lang ken je die gast nou? Hou Vijf op, minuutjes? Joh. Zes? Hou op. Misschien zeven? Hey, als je iemand leuk vindt, dan kan dat gewoon. En dan was het inderdaad lekker liefde op het eerste gezicht, oké? Okay? Ja, het is wel beter dat ze even weg zijn. Kunnen wij gewoon lekker rustig ontbijten. Oh mijn god, ze krijgt een berichtje. Ze heeft hem ineens op WhatsApp. Wat is er? Oh my god. Mick hebt? Nee. Kijk, hij stuurt. Hey Sophie, hoe gaat het? We varen morgen uit, maar
als je in Wilmstad bent, zou het heel erg chill zijn om elkaar nog eventjes te zien. Wat leuk! Ik heb mijn telefoonnummer gevraagd aan het Wildlife Center. Dus blijkbaar vindt hij mij dan ook wel leuk, toch? Nee. Nee, want hij weet niet wat voor fiets je hebt. Dus waarschijnlijk vindt hij je dan niet leuk. Want echte liefde is als iemand je fiets herkent. Als iemand je fiets herkent, denk ik wel dat degene je wel echt leuk vindt, zeg maar. Waar zijn de jongens nou weer? Oh, die zijn nog even gaan zwemmen. Ja, we moeten zo weg. Ik heb straks een belangrijke afspraak. Wat voor afspraak heeft hij? Moet hij nou weer hebben? Als we gaan, dan zijn we over 10 minuten in Wilmstad. Maar... dat redden we niet. Want we zijn niet toch hier aan het werk. Ja, maar niemand heeft het door als we even weggaan. Ja, misschien die jongens, maar die moeten gewoon hun mond houden. Het komt echt goed. En als we nu vertrekken... wat zijn ze hier ook voor vrijwilligerswerk aan het doen? Ze staan er met een spons. Tine? Wat? Spommers. Wat doet hij daar? Hij doet die belangrijke bespreking al. Oh mijn god, hij zit daar gewoon te eten. Hij heeft zichzelf wel vrijgegeven. Hij zit een patatje te eten. In Willemstad. Wat? Ja, maar we zijn in Willemstad. Wat doen jullie hier? Hè? Ik vond Willemstad trouwens echt super kut. Het is dit voor sneaky gedoe? Hoe komen hun daar ineens? En niet mijn vader. Mie! Hey, Sophie, kom! Ik laat je niet alleen gaan. Oh, jongen! Huh, wat zag ze? Ze zag niks. Wat? Hey Sophie, kom! Ik laat hem niet alleen gaan. Die mensen daar, die vinden het trouwens echt kut. Er wordt gewoon om hun heen geacteerd. Maar waar is hij nu gebleven? Shit, ik ben... een taxi-stand, hij is weg. Waar zou hij heen gaan? Hoezo zou hij de taxi ingaan? Naar die haven, denk ik. Oh, ja. Oh mijn god, dan moeten we naar de haven. We komen daar misschien ook uit. Dat ik echt eerder moet. Nee. We moeten echt terug. Straks gaat Volmers ons ophalen bij het Wildlife-project en dan zijn we niet. En dan weet hij dat we zijn gesmeerd. Nou, daar is Volmers. Ik denk dat we daar niet bang voor zijn, want... Hey. Daar is hij. Waarom ben jij niet aan het werk bij het Wildlife-project? Nou, waarom ben jij niet bij het Wildlife-project? Ik hou mijn mond al. En daardoor verlaat je dus je werk zonder overleg. En als je daarbij betrapt wordt, dan ga je hier staan liegen. Nou, wij zijn niet de enigen die liegen, hoor. Ja, wat? U zat gewoon... op een terrasje lekker te lunchen, terwijl u zei dat u een hele belangrijke bespreking had. Ja. Het is toch zo? Ja, precies. Wat willen jullie doen? Oh, nu moeten we een compromis verzinnen, want jullie hebben mij te pakken en ik jullie. Dus ik vraag wel even aan jullie, zodat ik er niet bij... Oké, mooi. En jij wil op zoek naar Mick? Ja, maar hij is in een of andere haven, maar ik weet eigenlijk niet goed waar dat is. Ja. Nou, kom maar, ik breng je wel. Gelukkig weet ik wel waar de haven is, dus... Ja, weet je waar de haven is? Bij het water, denk ik. Ik denk bij de zeekant. Hey, Sophie. Oh, hey. Mijn god. Hoi. Hoi. Ik zag jou. Ja, dat zag ik. Sorry, mijn batterij was dood. Ik wil eigenlijk een leetje schuifje mee naar het stand gaan. Kan dat nog? Ik kan het eventjes vragen. Ja, is goed. 1 seconde. Dat is echt kloten. Het mag. Echt? Ja, ik mag mee. Die Mick is... Ah, die echt... Die Mick, jongen. Dank u wel. Oké, ik ga even mijn zwemspullen pakken, ja? Ja, is goed. Tot zo. Yes! Oh. Ik ben gewoon niet verbaasd over de acteerskills meer. Ik ben er gewoon niet meer over verbaasd. Ik vind het is normaal. Jij was ooit gezoend? Nee. Oh, ik vind Mick echt cringe. Ja, oh, dat maakt het alleen nog maar kutter. Dan ga je het gewoon niet meer doen. Dan ga je het gewoon niet meer doen. Het is klaar. Het liefst had ik natuurlijk op een dek van een bootje staan, maar dit vind ik ook wel heel erg mooi. Oh my god. Oh, dat was kort. Dat was het. Hebben we dan de verkering? Ja, denk ik. Oké. Hebben we dan nu verkering? Ja, denk ik. Oké. Hebben we verkering? Ja. Oké. Het doet zoveel pijn aan mijn leven, jongens, dit. Auw. Fuck, man. Dames en heren. Dankjewel voor het kijken. Ik word telkens meer teleurgesteld. Ik hoop je de volgende keer weer te zien, want ik kan het niet alleen aan. Jullie moeten erbij zijn. Tot volgende week. Toch? Ja, er komt er nog één. Tot volgende week.